Wie mij op social media volgt, die weet dat ik twee mantra's heb. Mulchen, mulchen, mulchen en compost, compost, compost. In deze video ga ik je precies uitleggen wat mulchen is, waarom jij het echt moet toepassen in jouw moestuin en waarmee je dat doet. Wat is mulchen precies? Dat is eigenlijk niets anders dan het aanbrengen van een laagje organisch materiaal op jouw bodem. En dat zie je bijvoorbeeld hier. Dat kan je dus met allerlei dingen doen. Ik heb hier bijvoorbeeld onkruid uit mijn moestuin getrokken, dat nog niet in bloei staat of in zaad is geschoten. En dat heb ik hier gewoon opgelegd. Dus dat is één manier waarop je het kunt doen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld gemaaid gras gebruiken. Let dan ook weer op dat het dus niet in bloei heeft gestaan al. Want dan krijg je natuurlijk een heel grasveld, dat wil je niet. Maar je kunt ook bijvoorbeeld cacaodoppen gebruiken, stro, hooi. Eigenlijk alles wat je maar kunt verzinnen wat kan vergaan. En waarom is dat mulchen nou zo goed voor je bodem? Nou, als je jouw bodem braak laat liggen, bijvoorbeeld omdat je nog niet alles hebt gezaaid of uitgeplant, of je hebt een kolenveld waarbij de kolen natuurlijk ver van elkaar afstaan, dan maak je jouw bodem heel kwetsbaar. En als jij dat organisch laagje eroverheen legt, dan bescherm je jouw bodem. Op heel veel manieren. Je beschermt het bijvoorbeeld tegen uitdrogen in de zomer, maar ook tegen bevriezing in de winter, tegen hele harde en droge wind, maar ook tegen het uitspoelen van voedingsstoffen, als het bijvoorbeeld heel hard regent. En daarnaast, wat ook een heel groot voordeel is, het zorgt ervoor dat je minder last hebt van onkruid. Want die zaden van het onkruid die zitten in het bovenste laagje van de bodem. En als jij daar nog een extra laagje overheen gooit, dan krijgen ze gewoon minder licht. Dus dan komen ze minder snel op. En het allerbelangrijkste is dat het je bodemstructuur verbetert. Want in die bodem zitten dus bodemdieren en die zetten die mulch om in compost. En dat verbetert dus de bodemstructuur. Rond eind mei, begin juni, nu dus, wanneer het flink warmer aan het worden is, ga ik alle open plekken tussen mijn groenten bedekken met mulch. En dat doe ik dus altijd met cacaodoppen. Maar voordat ik dat doe, geef ik eerst flink water. En waarom? Mulchen zorgt er eigenlijk voor dat jij de conditie van jouw bodem, zoals die op dat moment is, conserveert. Dus ik ga eerst water geven. Dan is die bodem dus lekker vochtig en dan gooi ik de cacaodopper eroverheen en dan blijft die bodem dus een beetje in die staat. Dus die blijft voor langere tijd vochtig. En ik gooi er dus echt flink wat overheen. Het is nu nog net geen middag. Doe dit dus het liefst in de ochtend. Want anders loop je kans dat je blad verbrandt. Dat is niet zo heel handig. Nou, behalve mijn lapje heb ik ook mijn halve broek net water gegeven. Maar we gaan gewoon vrolijk door. Het is een flinke zak. Maar in principe zou je een laag van 5 centimeter kunnen toevoegen. Dus ik heb geen idee of deze ene zak genoeg is. Maar dan moet ik het nog aanvullen. Ik kiep het er gewoon zo even op. Dan ga ik het dadelijk goed verspreiden. En als je dus, dit is wat fijner materiaal, dus dan is een laagje van ja, tot 5 centimeter ongeveer prima. Maar als je nou wat grover materiaal hebt, dan kun je echt wel een laag van 10 centimeter. Maar het hoeft niet per se hoor. Maar dat is een beetje de max, zeg maar. Hoppakee. Nou, dan verspreid je het gewoon zo tussen al je planten een beetje gelijkmatig over de bodem.
Het is winter, maar je ziet ze nog liggen. De herfstbladeren die vanzelf in mijn moestuintje zijn gevallen. Want wij hebben hier heel veel bomen in de moestuin. En ik laat die blaadjes dus gewoon lekker liggen op de lege plekjes die ontstaan zijn na mijn laatste oogst. En die bladeren zijn super handig, want die beschermen de bodem tegen ernstige kou, vrieskou. En het is een ideaal schuilplekje voor insecten. En straks in het voorjaar dan zijn ze bijna helemaal verteerd en omgezet tot compost door de bodemdieren. Voor de groenten die nog wel in de moestuin staan in de winter gebruik ik vaak stro. Zoals hier bijvoorbeeld bij de knoflook. Het brengt een isolerend laagje aan. En knoflook die heeft op zich juist kou nodig om goede bollen te vormen. Maar als het echt heel erg hard gaat vriezen, dan is het wel handig om er wat stro bij de voet te leggen. En die stro die gebruik ik bijvoorbeeld ook bij andijvie, die nog wat later in mijn moestuintje staat. Want die kan dus eigenlijk helemaal niet tegen vorst. En vorig jaar heb ik dat gedaan en toen hebben ze toch met vorst gewoon nog overleefd. Dus dat is een goede tip. En teel je nou aardbeien in de volle grond? Ik doe dat zelf in potten. Maar als je aardbeien teelt in de volle grond, dan kun je ook wat stro onder de vruchten leggen. Dat zorgt ervoor dat de vruchten netjes schoon blijven en niet wegrotten. Dus eigenlijk is mijn motto het hele jaar door mulchen, mulchen, mulchen. Is gewoon echt een perfecte methode om jouw bodem te beschermen en lekker te voeden en gezond te houden. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik zie je de volgende keer. En als je nog meer video's wil zien, abonneer je op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende keer! Maar voordat ik dat doe, geef ik eerst mijn broek water. Oeps. Nou, dat was een blooper. Oké.